mijn moeder was mijn grootste fan, zeg maar. En het is heel jammer dat zij er niet is, maar ik heb nu andere grote fans ook. En mama is nog steeds een grote fan, nog steeds. Ik had me erop ingesteld dat het gewoon heel lang duurt en de wedstrijd komt dichterbij. En dan denk ik wel van oké, nu wil ik wel heel graag rijden. Ja, dat is heel lastig, maar je weet waarvoor je het doet. We hebben heel veel gefacetimed. Ook als ik bij mijn moeder was, gingen we heel vaak even facetimen om toch even contact te hebben. En eigenlijk hebben we gewoon heel veel geappt. Succes, Irene. Je doet het niet, hè? Nee. Waarom niet? Met alles wat ik deed, met het schaatsen, volgden ze het. Ja, ze was echt heel erg met mij bezig. Elke dag wel. En ook als ik, vooral als ik slecht had gereden, weet je, ik kon heel goed met haar praten. En dan opeens is zij niet meer in staat om dat te doen. En dan valt er wel echt een groot deel weg, zeg maar. Ik heb ook echt wel moeilijke periodes gehad. En, en dan denk je echt wel van zo, in de tijd wanneer het slecht gaat, dan heb je de mensen zo hard nodig. Zij weten dat ik een moeilijk jaar heb gehad en zij zelf ook. En ze zijn er nu ook voor mij en dat is wel heel fijn. Zij hebben afgesproken voor het ongeluk van we gaan samen als Irene de Olympische Spelen haalt, gaan we samen kijken. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze samen hier naartoe zouden gaan, maar nu gaan ze samen het voor de tv kijken. En ik denk dat hij het misschien wel een beetje lastig vindt en moeilijk, want hij had hier ook het liefst willen zijn. Maar ik denk wel, hij is onwijs trots op Irene, dat we hier zitten en dat gunt hij er. En daar heeft hij ook zijn aandeel aan gehad. Ik weet dat ze trots zijn dat ik hier al ben en dat ik er alles aan ga doen. Maar ze weten ook dat het een must-start is en het is een spel en er kan van alles gebeuren. Je kan de beste zijn en dan nog, dan kan het nog fout gaan. En gelukkig weten zij dat ook. En ik denk dat ze sowieso al wel trots op me zijn.